De Maaspoort in Venlo was deze keer de place to be voor de Limburgse sport, actie en entertainment. Maar het ging natuurlijk om de prijzen. En Frans Maassen mocht er eentje bekendmaken. De winnaar van 2015, Tom Dumoulin. Tom is de sportman van het jaar. Maar u weet wel, Tom is er niet. Tom is op dit moment in Spanje. Buenas noches, España. Buenas noches, Tom. Hoor je ons? Ja, ik hoor je. Hij was liever zelf die prijs komen ophalen. Maar vanwege het trainingskamp van onze ploeg kan dat niet. Maar Tom waardeert dat zeker. En hij is ook trots op natuurlijk. Want het is toch een mooie waardering voor alles wat hij tijdens het seizoen gepresteerd heeft. Oh, chapeau, Tom de Malin! Sportvrouw 2015 is Jules Fransen. Jullie ook bij Jules Fransen. Jules Fransen, de sportvrouw van het jaar. Maar ook zij kon er helaas bij het gala niet zijn. Omdat ze moet trainen voor de Olympische Spelen volgend jaar in Rio. Haar zus Kim nam de prijs in ontvangst. En na wat ontspanning was het de beurt aan de volgende prijs. De sportploeg van afgelopen jaar. Sportploeg 2015, de Lions. De landstitel voor de Lions, de triple dit jaar. Ik denk dat het dit jaar echt wel terecht is, met alle respect voor alle andere teams, dat wij deze prijs gepakt hebben. De Moesje doet het op dit moment. En daarmee verslaat het handbal het voetbal, want Roda JC was ook genomineerd naar de promotie naar de Eredivisie. De prijs ging dus naar Sittard Geleen. En dan was er nog de oeuvreprijs. Ik denk dat deze man deze prijs heel erg verdient. En ik wil hem graag naar voren hebben. Arnold van der Leijden. En het is gedaan. Het is weer brons voor Arnold van der Leijden. Maar Arnold van der Leijden, laten we dat niet vergeten, heeft een prachtige carrière als bokser. Ik heb lang niet meer veel prijzen gewonnen, dat is lang geleden. Maar dit is een ongelooflijk blijk van waardering. En ja, ik waardeer dat. Ik vind het echt, het raakt me. En dan waren er nog twee prijzen die werden uitgereikt. Sporttalent van het jaar werd deze Kira Fortuyn in haar sport, het hockey. En dan was er nog de beste sporter met een beperking. Die prijs ging naar handbikester Laura de Vaan. Vuurwerk voldoende dus hopelijk ook in 2016.